We werden gebeld door de politiemeldkamer. Er zit een hond in het afwateringssysteem bij Telbo voor. Oké, ik kom eraan. En de brandweer kan nog even niet komen, want het was 8:30. Dus die wachten dan tot KLM binnen is. Oké, goed. Dus wij erheen stond politie voor de deur. Beveiliging was voor de deur. En we hebben gekeken, we hebben de hond gehoord. Maar het is zo'n smal rooster. Dus ergens heeft de hond in het stelsel een pijp gevonden waar die in kon. Nou ja, goed. De brandweer kwam en die hebben dat deksel eraf gehaald. En ik dacht, ja, het is daar nogal vies binnen. Dus mijn benen kan ik wassen, mijn broek krijg ik niet meer schoon. Dus hup, spijkerbroek uit. Dus ik heb daar een halve avond in mijn onderbroek rondgelopen. Erin geklommen, gegraven, gedaan. Brandweer heeft echt geweldig geholpen. Meneer van de politie ging nog restjes kippenbotjes halen. Zijn heel slecht, maar vooruit. Ja. Kippenbotjes halen om de hond maar te lokken. Nou, we zijn daar zeker 1,5 uur heel druk geweest. En ineens zegt iemand, kijk, daar gaat hij. Die andere kant op. Dus heeft zelf de uitgang gevonden. Is er uitgegaan. Hebben er nog een poos achteraan gevangen. Maar ja, de hond is bang en zenuwachtig. Dus die liet zich niet meer pakken. Dus die loopt nog ergens in Playa. Oh, misschien is die gewoon thuis. Ja, ja. Dus als hij daar weer in zit, hoeven we er niet heen. Hij weet de weg naar buiten. Ja, ja, okay. Maar het was een bijzondere actie. Die hadden we nog niet eerder gehad. Ja. Laten we toch even over Koenekoekakkelsvers praten. Hoe ging het gedurende de vorige jaar voor Koenekoekakkelsvers? Het is druk. En het blijft maar druk. Ik weet niet of je het kan zien, maar we hebben daar al nieuwe kennels neergezet. Voor de eerste opvang zit vol. Alles zit vol. We hebben nu ook gezegd, er is een opnamestop. Er kan gewoon niks meer bij. Alleen echte noodgevallen, aanrijdingen, daar rijden we natuurlijk altijd voor. Daar maken we wel weer een plekje voor. Maar in principe is het vol. Er zijn gewoon te veel honden. Wat moet gebeuren? Ik vraag dit elke keer weer. Wat moet gebeuren? Mensen, laat je hond steriliseren, castreren. Laat hem chippen. Wij hebben de afgelopen periode een paar keer politie aan de deur gehad. Boeren aan de deur gehad. Ergens in de omgeving worden geiten en schapen doodgebeten. Ja. Dus dan zeg ik tegen mensen, kom kijken. Zie dat mijn honden niet naar buiten kunnen. Ik vind het heel erg dat het gebeurt. Ik weet ook dat de honden loslopen. Maar ik kan ze niet vangen. Ze laten zich niet vangen. Dus uiteindelijk komt de politie dan en dan worden ze geschoten. Ja. En dat vind ik heel erg. Maar ik weet ook geen andere oplossing. Nee, nee. Dat is echt heel triest. Maar die boeren hebben zoveel schade. Hebben zoveel tijd en energie en geld gestoken in het van een klein geitje naar een volwassen bok. Die een goede dek kan doen. Waar ze weer nieuwe geitjes van krijgen. Die ze natuurlijk ook kunnen verkopen voor de slacht. Het is die mensen hun inkomen. Ja. En een hond... waarvan niemand weet van wie die is, of misschien wel iedereen zegt, is niet van mij. Ja, ja, de boer heeft schade. Ja. En de hond heeft geen honger. De hond bijt alleen maar 15 beesten dood. Ja, ja, en gaat dan weer naar een volgende. Ja, ja. En dat vinden we heel erg. Maar de politie is hier geweest, de boeren zijn hier geweest. Het is heel duidelijk, de honden komen niet bij ons vandaan. Maar ja, daarmee lopen ze nog wel steeds los. U had net over een chip. Waarvoor dient deze chip? De chip is ongeveer de grootte van een rijstkorrel. Dat doet de dierenarts met een prikje op de linker schouder. En wij hebben apparaatjes, dierenartsen hebben apparaatjes. Animal Shelter heeft, en dan kunnen we de chip uitlezen. En als je de chip dan geregistreerd hebt, dan kunnen wij zeggen... oh, maar die hond hoort bij die mevrouw of meneer of op dat adres... En hoe moet dit gebeuren? Moeten die eigenaren gewoon daar naartoe gaan? Of wordt het verplicht? Hoe wordt het? Het is niet verplicht. Nee. Maar je kan het bij de dierenarts laten doen. Ik dacht dat het $30 kostte. Dat is natuurlijk best een boel geld. We zijn in een nieuw jaar, 2022. Wat verwacht u? Wat wilt u bereiken met Koenekoekakkelsvers? We willen vooral doorgaan waar we mee bezig zijn. We willen... echt mensen bewust maken, steriliseren, castreren, hou je hond in je eigen koraal, doe hem desnoods aan de lijn. Want er zijn te veel ongelukken, worden bijna wekelijks gebeld, er is een hond aangereden.
Iedere dag zie je op Facebook, sorry eigenaar, je kat is dood, ik heb hem aan de kant van de weg gelegd. Hou je beesten zoveel mogelijk binnen.